19 april 1978. Mijn liefste, mijn allerliefste Guy. Hier ben ik dan. Aangekomen op het verborgen adres dat je mij hebt gegeven. Ik verlang naar u, Guy. Ik verlang naar u en naar ons kind. Er is een ziekenhuis, dat bevond zich in Lommel. Ondertussen is dat een bejaardentehuis, is dat iets heel anders geworden. Maar in die tijd was dat een ziekenhuis. Daar was ook een klooster aan verbonden met zusters. Maar het is niet alleen in Lommel gebeurd. Waar je eigenlijk in het verborgen, in het geheim, naartoe werd gebracht als jong meisje. Omdat er geen andere oplossing was. De zolder is een plek waar meisjes in uw toestand op hun gemak de bevalling kunnen afwachten. Zonder dat zich iemand ermee moeit. Even weg van de wereld. Daarna is dat hier allemaal niet gebeurd. Je gaat het rap vergeten. Mocht je hier even je naam zetten? Als je toekwam op die zolder, werd je naam veranderd. Zodanig dat als er vriendschappen ontstonden, je elkaar niet zo makkelijk kon terugvinden. Uiteraard werd Rijk waarschijnlijk psychologisch wel wat druk op de meisjes geoefend om niet van gedachten te veranderen. Zo van, jij kan niet voor dat kind zorgen. Je hebt geen geld, je hebt geen toekomst. Jij moet verder studeren. Je kan dat kind maar beter een goede toekomst geven door het aan kinderloze echtparen van goede huizen te geven. Hendrik, toont dat meisje is dat jij als je wilt. Ze is heel alleen. Het is een weeskind, dus ze hangt ook... Ze heeft totaal geen houvast ook niet rondom. En ze is in blijde verwachting. Dus ze wil dat kind ook houden en ze wil daar... Dat is eigenlijk haar enigste bloedverwantschap dat ze dan op dat moment gaat hebben als dat kindje geboren zal zijn. Ze raakt bevriend met de rebelse Roxanne. En ze gaan elkaar heel hard nodig hebben in hun vriendschap. Want er gebeuren dingen op die zolder die eigenlijk absoluut niet mogen. Eindelijk. Oh, ik dacht dat kot in brand stond. Nee, ik ben gewoon aan het roken. Amai, dat zou ik niet kunnen. Ik geef dat toch af. Het zijn eigenlijk twee extremen en Roxanne wordt rustiger en Katja wordt een beetje wilder. Waardoor dat ze eigenlijk elkaar ondersteunen in wat dat zij het beste kunnen. Dus dat vind ik een heel schone manier van vrienden zijn. Dat je elkaar een beetje pusht in wat je te weinig hebt of zo. De film gaat dus eigenlijk aan de ene kant over waar gebeurde feiten in Vlaanderen in de jaren 70. Maar tegelijk ook voornamelijk, en dat vind ik heel belangrijk, over een warme vriendschap, een coming of age tussen twee meisjes. Clara speelt een hoofdrol. Ah, maar ja, Clara speelt een hoofdrol. Goed idee. Maar wat moet ik dan doen? Want, maar ik doe alles. Dat weten we van je klei. Het was heel fijn om samen lang met hun te repeteren. Want dan hebben ze eigenlijk ook zowel de karakters als de dialogen een beetje naar hun hand kunnen zetten. We hebben echt die film samen gemaakt. En als ik u nog maar... En als ik u nog maar even zie... Verblind, verdoofd door het geluid van donder in mijn oren. Verdoofd door het geluid van donder in mijn oren. Ik zweet, mijn lijf beeft, ik verstijf. Ik word bleker dan verdord gras. Dood lijkt nabij, maar ik moet. We zaten op een soort scoutskamp ook tijdens de tournage. Het was echt de schoonste tijd voor mij van films maken. Het is niet echt het kampgevoel, vind ik. Nee, want het blijft ook gewoon werken en voor jezelf ook gewoon dingen zoeken die het alleen maar sterker maken. En het blijft zo in je hoofd spoken, want met Patrice konden we geen gewoon gesprek hebben. Die was altijd met de film bij. Het was niet dat je zo... Je kon er niet uit. Dat waren ook allemaal vrouwen samen. Hè? Dat is wel heftig, hè, soms. Als er een zo'n emotioneel bui heeft, dan wordt dat niet zo... Dat was eigenlijk supergoed dat de crew vol zat met echte venten, waardoor het zo gedempt werd soms. Guy, je bent mij toch niet vergeten? Ik weet niet meer wat ik moet denken. Dat gaat niet over meisjes die een kind vroegtijdig weggeven, maar die echt... zwanger zijn en dan die baby echt gezien hebben en gevoeld hebben en die dan afgeven. En dat vind ik echt enorm heftig. Katharina. Zie. Ik moet je spreken. 5 minuutjes.